1 like is 1 gele Huggy Wuggy. Hoeveel gele Huggy Wuggies kunnen we verzamelen? Neppe Huggy Wuggy games. En in deze eerste moeten we proberen... Dat ging sneller dan ik dacht. In deze eerste moeten we proberen om Huggy Wuggy... op de juiste plek te krijgen. En deze dude is stretchy. En in sommige situaties is het een stukje lastiger dan je denkt. Zo moest ik bijvoorbeeld nu een zwaard pakken. Ik bedoel, Huggy Wuggy is mega stretchy. En we moeten ervoor zorgen dat we hem iedere keer op de juiste... Er viel een zwaard tegen mijn hoofd aan, auw. Op de juiste plek krijgen. Oké, Huggy, kom op. Je moet nog iets naar boven. Glimlachen. Yes! Ik moet zeggen dat ik deze eigenlijk nog... Oh, kom op. Ja! Er kwam lava aan, dus ik moest snel zijn. Ik moet zeggen dat ik dit voor een nepspelletje... Voor een nepspelletje nog best wel een soort van nice vindt. We stretchen hem alleen wel heel ver uit, dus... Oh nee! Ik heb geen idee wat daar gebeurde, maar we gaan het gewoon nog een keer proberen. Misschien moeten we het iets voorzichtiger aanpakken deze keer. Come on! Ja! Oké, in het volgende level gebruiken we ons been om... dat te doen. Nu naar boven te gaan. 3, 2, 1... Er is natuurlijk een officieel spel, namelijk Poppy Playtime. En in dat spel zit... Oep! Oh yes, oh wat nice, zit Huggy Wuggy achter je aan. Alleen in dit spel moeten we hem dus eigenlijk gewoon helpen. En op zich, het is een best wel grappige dude. Vooral wanneer die stretchy is en je zijn armen meters lang kunt rekken. Oké, we halen de hendel om. Nu kunnen we voorzichtig naar boven. Waarom is die zaag daar? Oké, we pakken dit balletje, gooien het in de kanon. Nu gaat die muur weg. Kijk hoe bang die kijkt. En nu pakken we zijn stretchy ledematen om hem helemaal naar boven te laten klimmen. Let's do this! Er is eigenlijk nog geen enkel level geweest wat ik te lastig vond. Alleen, we moeten er wel rekening mee houden dat er waarschijnlijk nog veel meer levels gaan zijn. Oeh, klein stukje, ja! Het zou wel leuk zijn als we Kissy... Oh, we kunnen niet te ver stretchen natuurlijk. Het zou wel leuk zijn als we Kissy Missie ook kunnen unlocken. Als dit een bestaand soort speelgoed was, een soort van stretchy Huggy Wuggy toy, dan zou ik die sowieso willen hebben. Klein stukje, ja! Alleen waarschijnlijk zou ik hem te verstretchen. Oh, die bal hebben we nodig. We pakken de bal, gooien hem in het kanon. En nu is de muur weg. Muren zijn niet cool. Of eigenlijk wel. Stel voor, er bestaan geen muren en je gaat naar het toilet, dan kan iedereen meekijken. Dus even mijn love naar muren bij deze. Oké, we doen eerst de hendel om. Dan pakken we de bal. Gaat in het kanon. De muur verdwijnt. Wij stretchen onszelf bijna kapot. 3, 2, 1. En we hebben het gehaald. Oké, wacht. Wat moeten we hier doen? Want ik zie wel een zaag. Ik weet alleen niet... Dat is al de tweede keer dat ik een zaag zie die eigenlijk helemaal niks doet. Oké, tot nu toe is het echt letterlijk best wel easy. In de meeste games wordt het lastiger naarmate je langer speelt. Oké, wacht, nu wordt het wel iets uitdagender. We hebben nu namelijk 2 kanonnen, maar alsnog... Dat is Jobtaal voor, we hebben het gehaald en ik heb zin in een broodje pindakaas. Oké, we pakken de bal, gooien hem in het kanon. Nu is daar een zwaard. We pakken het zwaard, poppen de bel. We gaan naar boven en we hebben hem. In dit spel ziet Huggy Wuggy dus... Oh, wacht... Oh nee, ik heb te ver gestretched. Oké, wacht. We gaan dus eerst even iets meer naar beneden. Zo. Oh. Geduld is een schone zaak. Dus misschien voordat we überhaupt het zwaard pakken... moeten we eerst even wat comfortabeler zitten. Kijk, dat is beter. Huggy Wuggy ziet er echt uit als een soort van huisdiertje in dit spel. Al weet ik niet of je een Huggy Wuggy als huisdier zou willen. Ik bedoel, je kan je denk ik wel voorstellen wat er gebeurt... als je hem een keer vergeet om eten te geven. Zou ik niet doen. Gehaald. We halen de hendel om. De muur verdwijnt. Wij klimmen naar boven toe. 3, 2, 1. Yes, yes. Yes! Oké, ik moet zeggen, nu is het wel echt heel erg makkelijk de hele tijd. Er zit niet meer echt een soort van uitdaging aan vast om dit te halen. En we zijn al best wel ver. Het enige waarmee je dus af kunt gaan in dit spel, is als je te ver stretcht. Iets wat ik nu al wel een paar keer heb gedaan. Dus ik moet niet doen alsof ik een professional ben, want ik faal ook. We halen de hendel om. De muur verdwijnt. Wij gaan naar boven toe. We halen deze hendel om. Die muur gaat naar boven. En wij kunnen. Let's go, let's go. Yes! Oké, nu wordt het interessant. We hebben namelijk een sleutel en daarmee halen we een muur weg. Ik zei het net nog, als je niet goed oppast, kun je dus wel afgaan als je jezelf te ver stretcht. En het gebeurde daar bijna weer, dus ik ben nu een extra stukje voorzichtig. We pakken de sleutel, doen hem naar de muur. Huggy Wuggy gaat deze kant op, gaat naar beneden. En let's go. Natuurlijk is dit niet het enige neppe Huggy Wuggy spelletje wat ik ga spelen. Dus ik doe nog een paar levels en dan gaan we snel door. Want ik bedoel, ik heb het nu wel gezien, onze stretchy Huggy Wuggy. Oh, we pakken het balletje, gooien hem in het kanon. Snel, snel, deze kant op, daar in dat cirkeltje. En we hebben het gehaald. Oké, dit is de eerste keer dat die zaag... Oeh. Ik hou wel van een kleine uitdaging. Dit is namelijk de eerste keer dat die zaag misschien wel een soort van lastig gaat zijn. Oké, let's do this. Maar natuurlijk niet lastig genoeg. Oh nee, in dit level is er lava. En als we niet snel genoeg zijn, komt het lava omhoog. Maar we zijn snel genoeg. Oké, dit vind ik wel een leuke toevoeging eerlijk gezegd. Ik bedoel, lava is toch wel iets wat het spannender maakt, want... Het is heet. Oké, wacht. Ik voel wel hoe ik deze moet doen. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik op een manier naar beneden ga. Dat ik de lava niet aanraak. Maar dat mijn hoofd toch... Oh, op het nippertje. We pakken het zwaard. We
poppen de bel. We pakken de sleutel. We openen de deur. We gaan deze kant op. Proberen onszelf niet te breken. 3, 2, 1. We hebben het gehaald. Ik vraag me wel serieus af hoeveel levels er in dit spel zijn. Ik bedoel, we zijn nu al bijna bij level 40. En zo lang ben ik nog niet aan het spelen eigenlijk. Oké, dit is het allerlaatste level wat ik doe. Dus ik ben heel voor... ik ben heel voorzichtig. Oké, we halen de hendel om. We lijken wel een soort van insect met hoe we bewegen doen. Een soort van spider-huggy. Wacht. Dit is de allerlaatste. Want dit heb ik nog niet eerder gezien met dozen. Kunnen we die dozen gewoon aan de kant mappen? Oh, dat kan. Wij gaan naar boven toe. En een beetje naar beneden. En we hebben hem. In dit volgende huggy-wuggy-spel, neppe huggy-wuggy-spel, zijn wij een dude die door het bos rennen. En... dude, wat is dat? Wat is dat? Was dat huggy-wuggy? Gast, dat zag er niet goed uit. Oké, we pakken deze grab-pack handen. De rode, de blauwe. Oh my gosh. Oh my god. Wat? Heeft die gast nou een soort van zak op zijn gezicht? Is dat een kerstboom? Oh, we kunnen een ander monster kiezen. Er is een monster genaamd Funny. En Funny, dat is... Oké, wacht, wat? Dat is Huggy Wuggy niet. Is dat een soort van mislukte variant? I don't know. Maar het ziet er niet uit als de Huggy Wuggy die ik ken. De Huggy Wuggy die ik ken is niet alleen blauw, maar ook eng. En deze dude is letterlijk alleen blauw. Niet eng, gewoon blauw. Hij heeft geen eens een vorm. Kijk dan, het lijkt wel een ei. Is dat een belediging? Ik bedoel, ik hou van ei. Als ontbijt. Maar niet wanneer het achter me aanrent. Dat is naar. Stel voor, je doet de koelkast open. En dan beginnen gewoon eieren op je af te stormen. Je merkt wel dat dit geen officieel Poppy Playtime spel is. Ik bedoel, bij de officiële game moet je eerst een aantal missies doen. Voordat je Huggy Wuggy überhaupt ziet leven, bewegen. Ik ben af. En je hoeft geen handen te verzamelen voor je grab pack. Tenminste, eigenlijk wel. De rode. Je vindt eerst een grab pack met alleen de blauwe hand. De rode vind je later. En daarmee kun je dan de deuren openen. Alleen hier bijvoorbeeld zijn echt een stuk of 10 rode handen. Zo werkt het niet in het spel, dude. En nu is het tijd voor Huggy Wuggy die meedoet aan Squid Game. Alleen een andere soort. Want deze Squid Game speelt zich af in de Poppy Playtime fabriek. En de Squid Game pop is Poppy Playtime. Oh my gosh, ik stond net op tijd stil. Oké, ik loop vooraan. Maar het is belangrijk dat ik dus precies... op tijd stop. Oké, luister. Poppy Playtime is misschien nog wel enger dan de Squid Game Pop. Ik voel het gewoon. Ik ga het nu in één keer halen. Ik ga het nu sowieso in één keer halen. Come on. Come on. Come on. Op het nippertje. En in dit volgende spel moeten we smashen. Oh, ja, smash jou. Er komen dus iedere keer Five Nights at Freddy's karakters uit... de buizen. Maar dat niet alleen, want er komen ook TNT-blokjes uit. En die mogen we niet raken. Oké, we mogen dus alleen de kippen raken. En in totaal moeten we er 20 raken. Als we dat niet doen, zijn we af. Dit is een Squid Game die ik nog nooit eerder heb gezien. Maar hey, het is een leuke Squid Game. Ik weet niet hoe ze aan die buizen komen. Misschien hebben ze Mario opgebeld of zo. I don't know. Oké, nog 2. De laatste kip. 3, 2, 1. Oeh, ik heb er nog een paar extra. Gehaald! Oh, dit meen je niet. Maar nu moet Huggy Wuggy proberen om zonder het driehoekje te breken. Hem los te krijgen. Oh nee. We zitten in een team met verschillende soorten Huggy. En we moeten zo snel mogelijk tikken. Come on. Yes. Yes. Oké, wat moeten we hier doen? We moeten de knikker proberen te gooien. Dat was veel te ver. Op de juiste plek. Oh, dat is ook te ver. Oké, we moeten dus heel zachtjes... Ja. Ja. We hebben hem. Oh, nee. Huggy Wuggy en de glazen brug. Oké, het is links, links, rechts, 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 links. Dus het is eerst naar links, weer naar links, rechts, 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 links. Huggy Wuggy nog aan toe. Jij bent een beast. De nacht is aangebroken in de Poppy Playtime fabriek. En we moeten het opnemen tegen alle andere Huggy Wuggies. En oh snap, dat is lastig. Oké, let's go. Jou heb ik. Jou. Ja, come on. Ja, jou heb ik ook. En jou. Jou heb ik niet. Bijna. Ja, nee. Kom nou. Kom hier. Ja, ik heb hem. Oké, dan hebben we hier nog een rode die we moeten inmaken. Oh, we kunnen zelf ook geraakt worden trouwens. De rode die komt vol op ons aflopen. Maar wij zijn sneller. Ja, we hebben hem. Oké, er is daar nog een rode. Die moeten we ook hebben. Let's go. Oh, ja, we hebben hem. Oh, snap. Nee. Oh, dit is zo lastig. We pakken echt iedereen gewoon. Oké, hier hebben we Kissy Missy. Sorry, Kissy Missy, maar het is niks persoonlijks. Oké, is er nog iemand over? We hebben bijna iedereen ingemaakt, behalve hem. Yes! Wat moeten we hier doen? Oh, snap, wat is dit? Oh, de muren die schuiven. En wij moeten Huggy Wuggy er niet laten afvallen. Dus als we zien dat een muur wakker wordt, dan moeten we er zo snel mogelijk... Oh, de groen is er afgevallen. Als een muur wakker wordt, dan moeten we er zo snel mogelijk van wegwezen. Dude, we waren bijna af. Oké, come on, we zijn over met nog één iemand. Oh. Hebben we gewonnen. Oh nee, wacht, we moeten het nog 13 seconden uithouden. Oh, nog 10 seconden. Come on, dude. 3, 2, 1. Yes! Huggy Wuggy is echt een beest. Maar het is weer tijd voor rood licht, groen licht. Alleen deze keer zijn er allemaal obstakels waar we ook nog eens voor moeten oppassen. Dus het wordt vele malen lastig. Ik ben geraakt. Ook al zijn deze Huggy Wuggy spelletjes niet echt, ze zijn alsnog mega lastig. Oké, ik ga gewoon hier stilstaan. Dan weet ik zeker dat ik het goed doe. Oké, kanonnen. Ik weet niet waar die zijn. Oké, weet je, ik ga gewoon hier staan. Dan sta ik sowieso goed, toch? Nu ga ik er vol voor. Oké, ik stop hier. Ik wou er vol voor gaan, maar het is niet handig. Waarschijnlijk is ze beste vriendinnen met een Squid Game pop. Oké, ga ik hem in één keer halen? Ga ik hem in één keer halen?
Nice. Maar het leukste spel van allemaal, dat blijf ik toch deze stretchy Huggy Wuggy vinden. Oké, we moeten eerst de sleutel pakken. Daarmee doen we de poort open. Nu moeten we deze kant op zonder dat we de lava raken. Dan moeten we de hendel omhalen. En nu moeten we de andere kant weer op langs de muur heen. 3, 2, 1. Kom maar. Ja. Ik ben benieuwd of de levels nog veel moeilijker worden dan dit. Wacht, we kunnen de dozen letterlijk gewoon in de lava gooien. Ik weet niet van wie die dozen zijn. Misschien zitten er wel Squid Game poppen in. Maar om eerlijk te zijn, maakt mij dat niet uit. Ik wil het gewoon halen. Oké, we moeten eerst de sleutel... Ik wou eigenlijk alleen de doos daar naartoe gooien. Oké, nu is het geluk. We pakken de... Nee, come on. We pakken de sleutel. We doen het open. We gaan deze kant op. We moeten nu eerst de dozen tegen de zaag aangooien. Alsjeblieft, zaag. Hier nog een doos. Wegwezen. En hier de laatste. Oké. Nu pakken we het zwaard. De bubbel weg. En we hebben het gehaald. Kunnen we het tot level 50 halen? Oké, we pakken de bal. Snel, snel, snel. We gooien hem in de kanon. Nu gaat die muur weg. En kunnen wij, als we voorzichtig zijn... 1... Oké, level 47. We pakken de sleutel. Daarmee maken we dit open. Waardoor de doos, als het goed is, gelijk op de knop valt. Ja. Oké, nu gaat de zaag de andere kant op. En kunnen wij er dus heel sneaky, maar toch... Soms is het lastig en pakt je vinger het scherm niet. Stomme vinger. Hier. Oké, wat moeten we hier doen? We klikken de knop aan. En oh, nu hebben we een extra lange arm. Dude, dat is epic. Dit spel blijft zich wel overtreffen. Oké, het wordt nu een stuk lastiger. Maar ik ben nu al bij level 2 van... Oh my gosh. Oké, snel, 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 snel. We gaan er langs heen. We gaan er langs heen. Let's go. Oh. We lijken wel een spin. We hebben nu zelfs te maken met lasers. Maar gelukkig, als we heel voorzichtig zijn... Oeh, alsnog heb ik het gehaald. We pakken de doos, die zetten we op de knop. Dan gaan we nu voorzichtig naar beneden. Iets wat ik net niet deed. 3, 2, 1. Yes! Oké, dit is echt het laatste level. Pakken de sleutel, we doen de poort open. Doen de hendel aan de andere kant. Klimmen naar boven. Wauw, dat hebben we best snel gedaan. Abonneer voor meer Huggy Wuggy in de buggy. En adios.